ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, maar blijf aan wel wat slapen. We kunnen omgezien als het te haast. Maar zij hebben zij ons allemaal, want wij zijn laatst al later. Nou, het ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zijn druk zijn, op zijn, maar blijven wat met zwaans. Wij hebben ongelofelijke haast. Maar zij op zij, op zij, want wij zijn laatst al later. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Zij of zij, maar blijf maar kwart van slaaps. Wij hebben ongelofelijke haast. Op zij of zij, want wij zijn haast verlaten. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het er moet. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nog dag tot ziens, adieu, het gaat je goed. We zijn rennen, springen, vliegen, zij op zij, op zij, opstaan en weer opzij, op zij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Op zij, op zij, want wij zijn haast al land. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Eindigen, dat zal de jury natuurlijk exact goed in de gaten houden. Maar we zijn op zoek naar de met pet nummer 45. Waar zijn de jeugdigen? Waar is de toekomst van de bedrace en de Ruud? En nu van 49 en ook de bel voor de laatste ronde. En ook met de pet nummer 46, de twee meiden, Iris en Marisse, gaan de laatste ronde beginnen. En ook 47, laatste ronde voor Elise en Samantha. Tot straks. En hier komt de winnaar aan, bet nummer 45. Geef ze een applaus, Olaf Hogeboom en Roy Keizer. En 44 gaat nog een rondje door. Papa l'Americano. Nummer 45 staan naast me, jullie zijn? Olaf Hogeboom. En Roy Keizer. Ja, wat is jullie geheim, jongens? Ja, gewoon hard trainen, kampioen word je niet zomaar. Nee. Wat hebben jullie allemaal voor gedaan? Nou, veel geoefend, veel gerend, veel kilometers gemaakt. En hoe oefen je dan? Ja, je zoekt gewoon ronde uit het parcours en rennen. Ja. Die rennen, jullie hebben gewoon lekker simpel bed genomen, hè? Ja, klopt. Ja, hij is net gemaakt, hij is net nieuw, dit jaar. Ja, want jullie hebben wat speciale techniek aan die bed? Nou, niet echt. Gewoon goed vasthouden en op elkaar vertrouwen. Hey, dit is de 20ste en dat jullie die op je naam mogen zetten, dat is al heel bijzonder. Ja, zeker, zeker. Ja, vorig jaar tweede, nou eerste, perfect toch? Oh, er zit progressie in jullie. Ja, klopt. Is er dan nog volgend jaar een uitdaging? Nou, we zitten volgend jaar te denken om aan ludiek mee te doen. Oeh. Ja, dat zullen we nog maar zien, hè. Dus we moeten volgend jaar gewoon terugkomen? Ja, daarom. Hey, jongens, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ha 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 ha
Zoveel mogelijk rechts lopen. De mannen komen eraan. Hard qua snelheid. Nog steeds op kop. En ze hebben weer een gaatje. Dat is weer 6 meter. De laatste ronde, daar gaat hij. De bal en de laatste ronde. Kom aan, mannen. En dan betekent dat we het gaan zien. Ze gaan dichterbij komen. Nummer 2 en nummer 1, Olaf en Roy. Dit zijn de mannen. Applaus voor Olaf Hogeboom en Roy Keizer. De winnaars van 2010. De bloemen en natuurlijk de kussen. De mannen die met de klomp in de ronde reden zijn eerste geworden in bed nummer 14. Ronald en Michiel. Ronald Akerboom en Michiel Overwerf. Ze maakten enorm veel herrie. Felicitaties. En dan gaan we naar het land over tot het de nummer 3. Joost Akerboom en Rick van Tol. Joost, zoon van Laurens. Dit jaar op de tweede plaats. Lauwerik en Jules van Akerboom. En geef ze een hartelijk applaus. Gewonnen hebben vanavond. Het zijn magische woorden. En geef ze een hartelijk applaus. Met de bed nummer 4 in de ronde gereden. Dick Nanne en Dave van Brederode. Muziek hoort erbij, want het zijn echte kampioenen, we hebben het gezien. We are the champions, no time for losers, cause we are the champions. Mensen, hartelijk applaus, dit zijn de kanjers van 2010.